Mijn indruk is dat het minder druk is dan vorig jaar. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, dat is absoluut niet zo. Het is drukker dan vorig jaar. Maar we hebben de tribunes hebben wat anders opgebouwd. Vorig jaar hadden we 2 grote terrassen op beide tribunes. En nu hebben we daar 8. Dus de treden zijn, er is meer ruimte tussen het publiek. Vandaar dat het optisch minder vol lijkt. Maar het is absoluut drukker. Nou, ze zeggen vaak van hou het maar kleiner, dan lijkt het vol. Hè? Maar in dit geval hebben jullie gezegd van we hebben nu de ruimte en die benutten we gewoon helemaal optimaal. Exact, ja, dat is wel de bedoeling. En wij, morgen hebben we het eenmaal stampvol staan en dan hebben we die ruimte wel nodig. Ja. Nou is vrij vroeg al duidelijk geworden vandaag dat we in ieder geval een nieuwe winnaar krijgen, hè, aan het einde van de dag morgen. Ja, nou ja, er is nog maar 1 bekend, hè? Dus, zelfs dat nog niet eens. Het kan nog alle kanten op, hoor. Maar heeft dat dan ook weer te maken dat je zegt van ja, je zit nu toch met dispensatieregelingen die allemaal veranderen, waardoor het regelteam minder sterk kan zijn dan ze graag zouden willen? Nou, nee, dat weet ik niet. Het regio-team was vorig jaar sterk en had inderdaad meer dispensatiespelers. Uiteindelijk heeft Nick heeft daar een besluit in gemaakt om dat naar minder te brengen. Maar ik denk niet dat het regio-team kwalitatief zo minder is dan afgelopen jaar. Het talent is daar nog steeds net zo groot. Maar goed, het moet op één moment gebeuren. En ja, vorig jaar had het regelt zien continu dat moment. En dat zag je. En dat ze gaan beloven niet. Nou, en het is daar een knap in de klop had, maar niet zoals vorig jaar. Als je nou naar het niveau kijkt, ben je daar tegen, hè? Als voetballiefhebber, dan is dit enorm genieten. Het is makkelijk voor jou om in te tikken zo'n bal, hè? Nou ja, ook ik droom hiervan om hier nog te mogen spelen, hoor. Op jouw leeftijd zou ik het niet meer doen, Roy. Nou, we zeiden het even, er zit bijna een dag op. Als je nou sneller terugblik moet geven, ben je dan tevreden? Zijn jullie tevreden? Ja, absoluut. Voor de mensen die hier aanwezig waren, die zagen wel dat wij behoorlijk relaxed erbij liepen. Nou, dat zegt al wel, dat zegt wel genoeg. En dat iedereen houdt zijn taken, de hele organisatie staat als een huis. En dat is belangrijk. Hè? Wij, Nick en ik, hebben alleen de fundering gelegd. De organisatie is het huis en dat staat. En dat is heel mooi om te zien. Heb je al een speler gezien waarvan je zei van nou, die maakt wel kans om tot speler van het toernooi uitgeroepen te worden? Goeie vraag, maar het zijn een aantal waar ik denk van nou, die maken wel een goede kans. Maar uiteindelijk zijn wij daar niet beslissend in, is dat het publiek. En die kan stemmen via onze app, die te downloaden is in iedere app store. En dan krijg je de meest goede uitslag. Nou, dan ga ik het toch vragen. Wat is je gedroomde winnaar? Of is hij al uitgeschakeld? Nee. Ik ben heel eerlijk, ik heb geen gedroomde winnaar. Ik ben tevreden als het toernooi goed verloopt, als het evenement goed verloopt en dat iedereen naar zijn zin heeft. En zolang dat is, dan is dat voor mij het hoogst haalbare. Dus uiteindelijk, vanavond hebben we natuurlijk ook nog de Regio Cup. Ook dat is voor ons nieuw, dus daar zitten we ook even op te wachten hoe dat verloopt. Maar ook daar kijken we enorm naar uit.